Welkom bij World War, vrienden, fans, sympathisanten, mensen die de Facebookpagina liken, alles in de gaten. World War zijn conceptuele rap battles tussen hilarische, historische of abstracte figuren. Vandaag geven jullie een kleine demonstratie van wat er allemaal te wachten staat bij onze opkomende evenementen. Dit keer een battle tussen twee steden, twee postcodes, allebei gelegen aan de Schelde. Het is aan jullie om straks te bepalen wie de overwinnaar is tussen deze twee heren. Publiek is erbij, publiek is live en laat jullie horen! We beginnen de postcode battle tussen twee steden, zoals gezegd, zone 2000, Antwerpen! Daar tegenover de andere stad aan de Schelde, zone 9000, Gent! We hebben geen coin toss gedaan, we beginnen gewoon in het begin van het alfabet bij de letter A. Onze eerste ronde starten we in Antwerpen! Oké. Dus vandaag zit ik deze wannabe Siegfried Brekke te kekken. Hij is een vakkenvuller, een slampoeet en vandaag ook een rapper. Ik verschiet er niet van dat deze gintenaar meerdere posjes wilt pakken. Maar kom vandaag niet hypocriet, assertief, progressief tegen mij brabbelen. Want het enige wat die gintse vertegenwoordigers doen, is graaien en grabbelen. Ja, toch? Zie, Antwerpen is een echte multiculturele stad. Gint... meer een vage verzameling, met middenklasse blanken, hippe Turken en veel verdwaalde West-Vlamingen. Dat stukje parking en stad noemen, vind ik een tragische dwaling. Ik zou willen wonen in Gent tegen zware betaling. Mannen, jullie zijn niet progressief. Dat noemen ze provinciaal. Schattig en lief, softies, allemaal. Nee, geduust is mijn overstap richting de kust. Als ik aan Gent denk, dan denk ik aan stilte, rust. Het Giro-gevoel. Een plek waar uw beste vriend trouwt met uw zus. Ik hoop dat dat krot in de fik schiet en dat niemand het blust. Maar toch, chapeau voor die Gentse lente. Maar jullie geitenwolle sokken zijn helemaal niet revolutionair. Gewoon bewuste consumenten. Onze complimenten. Maar zie de mooie vrouwen in Gent? Pendelende studenten. Dat is fucked up. Ik hang die stroppendrager op als hem op mijn stad komt haten. Ik ben blij vandaag, dus ik wil niet klagen. Toch hoop ik dat dat boerke straks niet gaat praten, want dat Gents accent float dat stilstaand water. En in het weekend wil de Martijn waarschijnlijk slaafs naar Sint-Baafs. Of met zijn vriend Fatih mee naar de moskee. Dat is cool, dat is echt oké. Maar hij is van Gent, dus het is toch gay. Ik hoop dat jij van deze slachting iets opsteekt. Antwerpen is op dreef, winnen nuchter, tipsy of scheef. Gentenaars zijn zo sympathiek dat ze zeggen, maar allee, P, wat doe je nu als je ze een box geeft, fuckface? Ronde 1. Ah, cute, hè? Dan staat hij daar zo'n beetje stoer en stug. Maar we kunnen hem zo makkelijk doen twijfelen. Hoe kijken, hè? Wordt het nu een tunnel of een brug? Oeh. Newsflash! Het interesseert de rest van de wereld dus geen kloten. Wat architecturaal gedroogd dat gulder daar weer gaan neerpoten. Hé, dat timmert al jaren aan de weg, maar leidt niks in goede banen. Schaamtelijk! Uw stad heeft meer ringen dan Saturnus. NBA Barackers, tezamen. Oeh. En ik ben niet onder de neandruk van die... kathedraal, niet dat zie je van hier. Want ik weet wat onze lieve vrouw deed voor 15 minutes of fame in het schipperskwartier. Kijk, ik ben die een verdwenen rechtvaardige rechter. In mijn battle luisterde naar mijn wetten. En uw justitiepaleis valt duidelijk te merken dat de alle zeilen moet bijzetten. Dus check hoe dat deze stroppendrager hem nekt. Is het omdat hij zo had? Dat de zo in hokjes denkt. Het ons probeert aan mij te dissen. Maar dat is een utopie. Ja, want hij slaat bij de vissen. Aquatopia. Dus moet het beter dat u verzet staakt. Uw pogingen om mij te treffen zijn niet echt cool. Ze zijn gelijk de inwoners van dat dorp dat het kapot maakt. Ze missen hun doel. Dus nu zwijgt hij in alle talen. Martijn praat geen indianenverhalen, maar deze buffalo stuurt u naar de eeuwige jachtvelden. Want ik deel letterlijk en figuurlijk de lakens uit. Lijkt Jacob van Artevelde. Time. Ten eerste,
Niemand kent Jacob van Artevelde. De helft van de mensen denken, waarom praat hij over de hogeschool? Nee, maar Gent is echt wel bekend. Jullie hebben de Belgacom-toren. Het is werelds lelijkste gebouw. En ook de hoogste concentratie aan stadslandbouw. Wauw. Nee, maar ik geef het toe. Wij Antwerpenaren zijn eigenlijk jaloers en daarom doen wij zo stoer. Want wij zijn een stad met veel rechtse ideeën en ook echte problemen. Jullie zijn een schilderij. Stilstaand leven, pittoresk. Toegegeven, zit er een groot hek rond en UNESCO subsidieert. Gent, Museum voor Evolutieleer. Fucking Gent. Kabouterfabeltje stad. Vol koloniale gebouwen, ik spouw er echt van. Ik zal in de bijloken een bijl kopen. En laat langs de graslei bloed uit uw lijf stromen. Als ik in Gent een groep gasten zie hangen, mag ik er gezellig bij komen. Als jij in Antwerpen een groep gasten ziet hangen, blijf lopen. Kneuzekje, Antwerpse handjes op die Gentse neuzekjes. Aan dat politiek correct gezwit hebben wij senioren de pest. Plus wij zijn de enigste stad die klappen zonder accent. En als je dat niet gelooft, check die programma's op de VTM. Motje, wij zijn geboren onder een veel hogere toren. Gij had deze battle moeten beginnen met excuseer meneer, mogen we storen? Maar als ik dan op een slechte dag, 's ochtends vroeg, tussen al die ambetante Gentenaars staat te gapen op Sint-Pieters op perron, hè? Degoutant, dan heb ik nog liever constant soldaten op station. Ik haat die soldaten op station. Maar die praten tenminste niet alsof een rat ratelt in hun mond. En die Gentenaars vonden hun beleid zo progressief tot ze beseften. Shit, wij gaven half ons budget aan sociale kunstprojecten. En dat is perfect, want dat geld gaat naar ons. Want goede Gentse artiesten die zijn nergens te bekennen. Dus laat weten als je er een ziet. Bitch. Bol, luister, moet. Ten eerste, uw poging tot Gens, dat is juist like West-Vlaams en Limburgs gecombineerd. Echt om het scheid van te krijgen. Dus ik zet hem te kakken, want hij klinkt geconstipeerd. Ten tweede, moet, wat praat jij over de dames van ons? Uw heldin noemt zichzelf Slongs. Ten derde, nog even over die lijn van Artevelde. Kijk, je hebt dat blijkbaar niet gesnapt. En dat is jammer, want zo hard zijn ze zelden. Dat ging dus niet over een school, maar over middeleeuwse slagvelden. Dus laat er door deze historisch achtergestelde niks op de mouw van uw jas spelden. Kijk, ik ben bezig met zijn graf te delven. Maar eerst doe ik mee met Laundry Day. Want ik hang de vuile was buiten, leg dat je zelf kunt vaststellen. En hij nipt ze zo hard, hij levert mij de waspelden. Maar ik moet zeggen, uw teksten, dat is echt grote kunst. Categorie drama. Allee, gast, meende daarna. Alle chance dat ik weet dat hij aan het rappen is, want het enige dat ik hoor is die reclame van de Gamma. Mannekes, ouders. Maar geef toe, Antwerpen is heel sterk op gebied van mode. Een band homo's die anorexia meisjes aansporen om rond te lopen in kleren die zo speciaal zijn dat niemand zoiets gaat kopen. Hey, proficiat. Proficiat mee Walter van Beirendonk, de man die de hipsterbaard uitvond. Proficiat mee Dries van Noten, niet zo toonaangevend als zijn naam doet verhopen. Proficiat mee Dirk Bickenbergs en zijn zogezegde voetbalinteresse. Maar dat is precies een typisch Antwerpstrekje. Want Gulder zei toch echt voor het ongeluk geboren, want je doet er maar liefst 13 jaar over om op ons niveau te komen. Eerste klasse en zo, hè? Welkom. Maar het ging over mode. En in de mode maken de kleren de man. Dus deze Antwerpse man maakt kleren. En ik versta wel waarom dat het treurt, want aan deze battle heb je duidelijk uw broek gescheurd. Hè? Zie dan pijzen. Oh, de stijl van die Gentenaar, hoor. Weet je, ik zin er niet voor. Het is toch niet swag. En nu pijst hij. Oeh, komt die tas ook in een andere kleur? Ik bedoel die bodybag. Kijk, ik weet dat Gulder geen nood heeft aan een pep talk. Maar volgens mij zitten we duidelijk met een grote pussy. Want hij komt recht van de catwalk. Woe! Au! Ho, ho!
Ja, dus deze Gentse prinses gebruikt de helft van haar ronden om te praten over mode. Wij Antwerpenaren hebben inderdaad stijl, maar ik voel mij toch niet echt aangesproken. En het enige waar dat jullie vanuit Gent over konden stoeven, was voetbal. Maar dat gaat vandaag niet meer lukken. The great old is back en we komen kijken op jullie sukkels. Ja. Wij zijn nog altijd stam nummer 1. Dus ook al was onze team ooit een tijdje niet meer wat het was en staken we een aantal combis in brand toen we niet promoveerden naar eerste klas, wij blijven altijd de eerste ploeg van het vasteland. Dat pakt niemand ons af. Dus Buffalo supporter, ga jij maar liever op de achtergrond, want lag het niet aan ons stad, dan speelden we nog altijd badminton. Of klaverjassen of whatever the fuck. Maar weet je wat mij echt irriteert aan die mannetjes? Dat is die politieke correctheid, die progressieve ijdelheid. Jullie zijn ermee doordrenkt. Waarom stinkt de Schelde soms in Antwerpen? Ze stroomden eerst door Gent. Gent. Gevormd uit Keltische nederzettingen bij de samenvloeiing van de Leien en Schelde. Mannen, geef toe dat jullie saai zijn. Alsjeblieft, er is in dat openluchtmuseum van Olle geen zak te zien. Deze morgen op de hoofdpagina van de Gentenaar. Burgemeester Termont kocht een nieuw grasmachine. Who gives a fuck? En in jullie stad maken rappers liedjes voor politiekers. Kom aan, Danny. Dat is even schattig als zielig. En de haven van Gent is groot genoeg voor boetjes op afstandsbediening. Ik rap Gent in de vernieling, veel te zielig en zwak. Je krijgt een lap van de Dam puur tot het Pierikespark. Dus scheld mij maar uit voor Carlton-trekker. Of dikke nekje. Natuurlijk zijn jullie niet arrogant. Jullie hebben niks om over te spikken. Behalve dan de Floralië. En een mooi museum over de gekken. Martijn zou trouwens een perfect studieobject zijn voor dokter Ghislain, want het is waanzinnig dat jij zo 4 op 9 dus bent. En dan gaan we eens proberen te pakken op ons rechts-imago. Ja, er wordt anders gestemd, zo gaat dat bij ons. Dus als jij je de bom voelt in mijn stad, worden gepakt door de Bartse een snelle respons. Maar waag het niet om iets slechts te zeggen over slons die van ons. Dat is een tof maskje. En de helft van jullie vrouwen lijkt op een buffalo. Pas op, hè, maat. De helft van jullie vrouwen lijkt op een buffalo. En jij lijkt op een Gentse Lucalo met de stijl van een stucador. En als kind droeg jij vroeger op school buffalo's. Dus conclusie, fuck dat dorp van Artevelde. Antwerpen is de enigste stad aan de Schelde. Ja. Derde ronde en het wordt toch tijd dat we nog even serieus worden, hè, gasten. Kijk, ik heb geen humor meer voor deze wannabe grapjas, want er zit nog een paradertje onder het gras. Het zijn niet enkel de flieken die zich in Antwerpen gedragen lijkt mislukte Texas Rangers. Oh, de ironie. Een muziekgroep die leidt aan xenofobie. En die noemen zichzelf tongs de Strangers. En er wordt veel gesproken over Borgerhout, want daar wordt er geschoten en zijn er rellen. Maar wat ze er meestal niet bij vertellen, is dat het grootste deel van onze migranten woont in Schoten en Kapelle. Rijk Hollanders, die daar nog meer centen komen vergaren. Ja, maar pijzen dat nachtwinkels zijn die we maar overlagen. Proost. Waarom drukken ze zo graag moslims de kop in om nooit meer Joden voor het hoofd te moeten stoten? Het antwoord daarop vinden wij in een historische anekdote. Tijdens de oorlog waren onze Antwerpse vrienden een beetje verward. Moesten niks hebben van kleurlingen, maar zelf waren ze zwart. Speelden een vuil spel, like Materazzi. Ja, voor de Führer organiseren we vlotjes een razzia. Dus denk niet dat deze battle niks persoonlijks heeft. Of dat er met uw stad niet iets gruwelijk fout is, gast. Misschien zaten door toedoen van zijn voorouders de mijnen in Auschwitz vast. Emma, u moet mij bedanken. Want ondanks die goede reden heeft geen enkele van mijn familieleden ooit iemand knock-out geslaan in de Antwerpse scene. Want die joden jagende voetsoldaten van het naziregime hadden maar al te graag gewild dat iemand hen sterretjes liet zien. Na deze aardschok is Gent de hoofdstad van Vlaanderen. Nee, duust op de schaal van Richter. Motje vertrekt en zegt ze dat een geslacht zijt door een dichter. Thank you.
Nu ligt de bal volledig in jullie camp. Ga naar de video, YouTube, Facebook. Ga naar de Facebookgroep, ga naar de Facebookpagina. Geef in de comment section aan wie jullie vinden dat de battle heeft gewonnen. Zone 2000 Antwerpen, Pieter Kools of Martijn Nelen, zone 9000 Gent. Geef aan waarom ze gewonnen hebben. Niet gewoon omdat je er woont, maar welke woorden jou het hardst hebben geraakt. Volg de pagina op Facebook. Check het uit. Check ook de website www.wordwar.be. En volg waar we binnenkort te vinden zijn met de rest van de battles. Tot de volgende keer. Yeah! Yeah!